Vandaag gebruiken de hulp- en veiligheidsdiensten een TETRA-netwerk als communicatietechnologie. Zo'n TETRA-netwerk biedt een betrouwbare spraakcommunicatie. En dat werkt goed. Echter, spraak alleen kan soms niet voldoende zijn om een volledig zicht te geven op de situatie. Eén beeld kan typisch meer zeggen dan 1000 woorden. En laat dat nu net de kracht zijn van een 5G-netwerk. Met 5G kunnen we onder andere de live locatie van alle manschappen in het veld gaan doorsturen naar de dispatcher die de situatie overziet. Maar met 5G kunnen we ook live videobeelden van bijvoorbeeld een politieagent en zijn point of view gaan doorsturen naar de dispatcher en naar alle manschappen die het nodig hebben. Dit kan niet enkel videobeelden zijn van een politieagent, maar ook van een drone in de lucht of van een robot die kan gaan waar mensen niet kunnen gaan. L'application qui est montrée est vraiment intéressante pour Astrid. Ça cadre vraiment dans la vision que nous avons de l'évolution des outils de communication pour les services de secours et sécurité. Donc c'est vraiment la convergence entre les communications vocales, push-to-talk, et les applications haut débit qui vont arriver. Ces applications préfigurent véritablement les outils qui seront à disposition des services de secours et sécurité à l'avenir. Om dit allemaal mogelijk te maken, hebben we samen met onze partner Airbus een hybride setup gemaakt tussen TETRA en 5G. Zo kunnen in de toekomst TETRA en 5G-gebruikers met elkaar communiceren, gebruik makende van de reeds bestaande tools en meldkamer. Op deze manier zouden we een hybride fase kunnen ingaan waar beide technologieën naast elkaar bestaan en waar gebruikers kunnen proeven van 5G en de mogelijkheden ervan. Proximus. Think possible.